Frans, Nederlands. Frans, nou ja, goed, we doen het gewoon. Vincent Lombard is het goed zo op de tweede plaats. Gefeliciteerd. En ja, hij lag het lijstje aan de leiding. Hij staat te lachen. Nogmaals, dank aan Arie Bos. Maar de winnaar van deze Dutch Supersportklasse is natuurlijk Ronald de Brake. Het is niet helemaal natuurlijk, maar wel heel leuk natuurlijk. Dat kunnen we. Ik vind dat ook wel een hele leuke gissen natuurlijk van onze Arie om dat op deze manier te doen. Natuurlijk zijn ze daar bij het team van Racing Nuggets, Kelsen, natuurlijk ook heel erg blij mee. Natuurlijk ook het MTM Racing Team waar Vincent Lombard als een Belg uit Waterloo natuurlijk. Maar ook Roy ten Apel van het Domburg Racing Team is daar gewoon blij om ook hier op het podium te komen. En voordat we heren van de champagne gaan lurken, gaan we voor de verrichting en als eerbetoon aan de beste drie van de supersportklasse, de Dutch supersportklasse, luisteren naar het Wilhelmus. Met dank aan Arie Vos, natuurlijk Ronald ter Brake van het Racing Agents Kelsen Racing Team. En daar zijn ze natuurlijk gewoon verschrikkelijk bij mij. Wij gaan ons opmaken. En ik heb het net al gezegd, we hebben zojuist het bericht gekregen dat onze schaatser uit Lemmer of de beer uit Lemmer gaat rijden in de tweede manche van de Dutch Superbahn.